Nou, wij zijn van Puur Theater. Dat is een pas opgerichte toneel, of ja, theatergroep in Reuver. En wij vonden het belangrijk om een goede start te maken. En om een goede start te maken, vonden we, dan moet je toch een bepaalde indruk achterlaten in Reuver. En daarom hebben we ervoor gekozen om een film te gaan maken. Een shortfilm, genaamd De Legende van Schinder Hannes. En daar zijn we dus nu ook mee bezig met de opnames. En we gaan daar ook nog naar een andere locatie om opnames te maken. En die film, daar komt een stukje geschiedenis in voor. De roversbendes die in Reuver hebben gezeten, dat komt daarin terug. Maar die hebben we tegenwoordig niet meer. Die hebben we tegenwoordig niet meer, dat klopt. Nee, dus we gaan ook een stukje terug in de tijd. Want het gaat dus over Lucas, is een jongen van deze tijd. En die gaat dus ook echt terug in de tijd om de rovers op te zoeken. Omdat hij op zoek is naar de bel van Schinder Hannes. Nou, klinkt al heel spannend, maar is het ook een waar gebeurd verhaal dan? Er zit een stukje waar gebeurd verhaal zit erin, want het is echt zo geweest dat tussen Reuver en Bijlveld dat daar rovers zaten. Daar komt officieel de naam Reuver ook vandaan, dat weten heel veel mensen niet, dat Reuver, dat daar vandaan komt. Dus vroeger was dat wel zo dat daar die rovers zaten en het klopte ook dat ze een touw tussen bij de Rond de Schelkensbeek spanden met daar een bel tussen hangen. Zodra dat er dan iemand kwam, hoorden de rovers de bel en gingen ze de mensen dus overvallen. Dus dat is wel echt waar gebeurd wat erin. En dan is Schelkensbeek, Ronkenzijn, dus ook een van de filmlocaties. Ja, Schelkensbeek komt er ook in voor. De naam Schelkensbeek komt ook van schellen. En schellen betekent hetzelfde als bellen. En een bellen komt dus weer terug op die bel. En Bijlveld is ook van die bel. Dus zo hebben we eigenlijk allemaal elementen van vroeger die we er dus in verwerkt hebben. Wat heel veel mensen gewoon eigenlijk niet weten. Het is eigenlijk meer een geschiedenisverhaal dan een fantasieverhaal. Ja, klopt. Er zit een heel groot gedeelte geschiedenis in, gemixt met het heden eigenlijk. Dus heden, verleden, dat komt daar de hele tijd in terug. Nou is Stichting Puur Theater nieuw en dan wordt dan een film opgenomen. Dat lukt niet zomaar. Hè? Hoe krijgen jullie het voor elkaar dan? Nou, wij krijgen heel veel steun van verschillende ondernemers, zoals bijvoorbeeld Epper Media, die helpt ons mee met filmen. Zo hebben we ook bijvoorbeeld Comanzo met licht en geluid, die helpt ons ook mee om de nachtscènes te belichten. En zo zijn er dus verschillende partijen die ons ondersteunen daarin. En ja, samen kunnen we dit dus voor elkaar krijgen en dat is wel heel erg leuk. En natuurlijk, ja, zonder de spelers die je dus hier in de achtergrond ziet, zou het natuurlijk zeker niet lukken. En hun doen allemaal super erg hun best en hun zijn elke zondag helpen ze dus mee met het filmen. Dus in een vrije tijd. En dat is gewoon super gaaf om te zien dat iedereen daar zo enthousiast aan meewerkt. Want hoe lang denken jullie nodig te hebben voor het opnemen van de hele film? Nou, we hopen, als alles volgens planning verloopt, hopen dat we voor de kerstvakantie klaar zijn. En dan hopen we dat we hem in februari, maart, dat we dan de film echt gewoon helemaal af is. En dat we hem dan kunnen presenteren in Luxor, in Reuver. En zijn er al kaartjes voor te kopen? Nee, dat nog niet. Dat laat nog even op zich wachten. We moeten even kijken hoe we dat precies allemaal gaan doen. Want het belangrijkste is natuurlijk eerst dat we de film klaar hebben. En daar zijn we nu dus heel hard aan het werk om die dus klaar te krijgen. Dat is veel werk, hè? Dat is heel veel werk, kan ik je vertellen. Het zijn heel veel planningen, heel veel blaadjes, alles. Je moet alles op een rijtje krijgen. Je moet locaties regelen, je moet de spullen regelen, je moet apparatuur regelen. Je moet de acteurs moet je regelen. Je moet met heel veel dingen rekening houden. En ook bijvoorbeeld met het weer. Dat heeft ook een hele grote invloed. Het druppelt nu een beetje, maar het zien ze niet. Het is een beetje aan het regenen hier. Dus ja, daar moet je overal rekening mee houden. En, ja. Nou, je zei het al, de stichting die is nieuw. Dit is dan een van de uitschieters om de stichting te presenteren. Wat gaat nog meer gebeuren? Nog een film of iets anders? We zijn door de gemeente zijn we sowieso ook gevraagd om op de Beleef Fair in Reuver. Dat is binnenkort een gezellige markt om daar een kleine act te verzorgen. Dus daar zijn we ook te zien. We zijn gevraagd door de kinderzitting om daar in de voorstelling ook een bijdrage te leveren. Daar gaan we dus ook door de voorstelling heen, zullen er kleine acts te zien zijn. Zo hebben we ook lijntjes liggen met het draaksteken, waar we ook heel graag een steentje aan bij willen dragen. Dus dit jaar gaan we het vooral richten op de kleinere projecten. Maar volgend jaar dan komen we met een grote productie op de planken en dat heet Gruwelijk Grappig. Het script ligt al klaar en dan zullen we dus ook daarmee naar buiten komen. Je hebt nog heel druk komende tijd. We hebben nog heel druk komende tijd, ja. Maar wel heel leuk. Succes. Dankjewel.